Welkom bij een nieuwe VI Live Show. We gaan het over de Europese week hebben van de Nederlandse topclubs. Een beetje misschien over het Nederlands elftal. En natuurlijk over de topper, Feyenoord AZ. Feyenoord moet is afhaken of aanhaken. We gaan het bespreken met Pieter Zwart, onze hoofdredacteur. En natuurlijk Feyenoordje international football writer Martijn. Krabbedam. Welkom heren. Ja, we hebben niet een hele lekkere Europese week achter de rug, hè, Pieter? Nee, 3 van de 4 verloren, dat is niet super. Geen coëfficiënte Polonaise deze week. Abik is niet eens op zijn werk. Ja. Die komt normaal gesproken met de Polonaise op vrijdag, maar de Polonaise ging niet. Dus, hij was er gisteren wel, hè? Ja, hij was er gisteren. Ja, maar nu niet. Nu ligt hij bleek over zijn hoofd in bed, denk ik. Aan het schamen. Alleen in Servië, daar gaat het nog slechter, zag ik voorbij komen met de coëfficiënte Polonaise. Maar nee, het is niet... om heel vrolijk van te worden in de Nederlandse prestaties. Kan wel een voordeel zijn, hè? Als je 6e eindigt, dan heb je meer Europa League, Conference League tickets... en dan kan je weer meer punten pakken. En die gaan we ook weer allemaal in ons voordeel nu uitleggen. Ja, nou ja, ik denk dat 3 vaste plekken... zouden de Nederlandse clubs dat aankunnen, denk je, Martijn? Aankunnen? Ja, gewoon dat er nog een groepsfase ticket bij komt. Nou, dat is toch alleen maar lekker. Ja, in principe zou dat normaal Ajax natuurlijk ook erbij zitten, maar... Ja, jij bent voor? Ja, tuurlijk ben ik voor. Voor Nederlandse spelers, of ze nou bij AZ of Ajax of waar dan ook zitten, is het toch goed om op het niveau van de Champions League je wedstrijden te kunnen spelen. Je ziet toch dat de weerstand groter is. Nou, voor ontwikkeling is dat natuurlijk altijd het beste, dat je op een zo hoog mogelijk niveau gaat spelen. Dus liever in de Champions League dan in de Conference League. Ja, en dan moet Abink maar een nachtje minder slapen als het ten koste gaat van de puntjes. Ja. Als hij zit te kijken, is hij niet mee eens, nee. Maar... Nee, ik snap het wel, maar... Laten we het chronologisch doorgaan nemen deze Europese week. Die begon dus bij Feyenoord Lazio. Jij was in Rome. Ja, wat blijft er hangen uiteindelijk na een paar dagen bezinning? Bezinning. Wat er blijft hangen is dat Feyenoord is vergeten om het goede spel dat ze toch hebben gespeeld... zichzelf daarmee te belonen met in ieder geval een punt... wat er natuurlijk wel in had gezeten en waar ze ook recht op hadden. Maar dan zie je ook weer dat in de Champions League en wat we het net over hadden... dat dat voor spelers toch een goede ontwikkeling is. Dat je kan gewoon geen enkele fout maken. Je kan niet zoals Timber het middenveld inwandelen en denken van... ga zo'n speler passeren. Ja. En je kan als verdediger ook niet denken van hij leidt daar geen balverlies. Nou, dat zijn allemaal momenten die moeten er wel uit. Omdat alles wordt meteen afgestraft. En zeker met de kwaliteiten die Lazio dan voorin toch heeft met een spits... die zo'n kansje moet je hem gewoon niet geven. Ja, dat zijn lessen. Want Slot noemde het de perfecte wedstrijd, Pieter. Tactisch klopte dat misschien wel als je die ene goal wegdenkt, toch? Ja, in het eerste kwartier wegdenkt. Ja. Ja, hebben ze de wedstrijd gecontroleerd. Hij ging zichzelf op een gegeven moment ook een beetje herstellen. Van domineren naar controleren. Ja, ik denk dat is eigenlijk wat anders. Ja, ik denk dat het was controleren. Alleen dan is het best wel moeilijk om vanuit die controle tot kansen te komen. Als het tegenstander goed georganiseerd staat. Ja, dan heb je ook wel eens spelers nodig die... Ja, iets doen wat je niet helemaal verwacht of niet helemaal ziet aankomen. En ja, ik denk dat deze wedstrijd toch ook al geleerd heeft. En ook niet helemaal voor het eerste seizoen. Dat aantal spelers dat Feyenoord heeft die dat kunnen doen. Ja, dat relatief beperkt is. En dat het dan heel erg aankomt op het teamspel. En je hebt ook niet zeg maar in zo'n openingsfase dat Lazio gaat stormen. De dag daarna zie je PSV met Luc de Jong. Ja, dat is ook wel lekker dat je hem een paar keer lang kan spelen. Dat je dan steeds die bal in het bezit houdt. En dat je 2 jongens op de vleugel hebt die op ieder moment een mannetje kunnen poseren en daarmee iets kunnen creëren. En dat is denk ik toch wel een verschil tussen Feyenoord en PSV. Dat Feyenoord het nog veel meer moet hebben van dat teamspel. Ja, en dan creëer je een paar kansen. En uiteindelijk ligt het ook zo dicht bij elkaar als Gimenez die grote kansen die krijgt in de eerste helft niet raakschieten. En Immobile doet het wel. En dat is uiteindelijk ook een beetje wat op dit niveau denk ik het verschil maakt. Ja, als je een spits niet in vorm hebt, dan heeft Feyenoord meteen een probleem. Dus is het natuurlijk. Feyenoord moet heel hard werken om een doelpunt te kunnen maken. En als het allemaal mee zit en spelers zijn lekker in vorm, kunnen ze er ook 6 maken. Wat in de Eredivisie natuurlijk wel vaak het geval is. Maar als je maar een paar kansen krijgt, ze kregen er een paar. 2 keer Gimenez, u weet het nog met die kopbal. Ja, die moeten er dan gewoon in. En PSV heeft in wat dat betreft makkelijker. Wat Pieter terecht zegt, Bakayoko, voorzetje, boom, goal. Die kwaliteiten heeft Feyenoord niet. En dat maakt het dat ze gewoon... harder moeten werken om aan doelpunten te komen. En ook harder moeten werken om wedstrijden te kunnen winnen. En Bart Nieuwkoop, zei je te licht, kan je dat nu stellen? Daar heb ik een kwartiertje mee. Daar heb ik een kwartiertje mee gedaan. Maar hij is natuurlijk met een rode kaart begonnen. Heeft vaak dat hij een snelle gele kaart pakt. Dat is wel waardoor zo. De tactiek ook een beetje in duigen valt. Hij is wel zo, het is wel zo dat Bart Nieuwkoop natuurlijk een totaal andere back is dan als Geertruida daar speelt. Ja. Dat is een beetje... Wij vragen een beetje wild, maar die agressie zit nou eenmaal in zijn spel opgesloten. Maar je zag wel bij Feyenoord toen
Trauner erin kwam, omdat Nieuwkoop noodgedwongen gewisseld moest worden. Ja, het was meteen vertrouwd. Hè? Trouwen is rustig aan de bal, durft in te dribbelen, in te spelen. Geertruiden aan rechts. Je kan naar binnen spelen, kan je hem altijd aanspelen, goed in het positiespel. Dus het was meteen rust. En ik denk dat Slot die wissel al zelf al zou hebben doorgevoerd. Maar hij werd nu geholpen door de omstandigheden. We hopen natuurlijk wel dat het met Nieuwkoop natuurlijk meevalt. Omdat het voor Feyenoord gewoon een zeer bruikbare rechtsback is. Maar op het allerhoogste topniveau, daar is dus constructie met Trauner en Geertruiden gewoon het beste voor Feyenoord. Ja, en is hij nou echt helemaal fit of kwakkelt hij nog een beetje? Want hij slaat wel zijn training over, Trauner. Ze zijn heel voorzichtig met hem. Maar hij had denk ik al tegen RKC op de bank kunnen zitten. Maar ze kennen zijn blessurehistorie. Dus ze zijn de lood aan het managen. Ja, ze zijn het heel voorzichtig aan het kijken. Want ze hebben hem gewoon nodig. Je zag ook weer tegen Lazio hoe belangrijk hij is. Maar ook gewoon met zijn doordekken op de middenlijn. Een paar keer komt hij wel eens winnen. Positioneel altijd in orde. Dus gewoon een hele belangrijke speler voor Feyenoord. Die wil je zo lang mogelijk fit houden. Ja, en de perspectief in de pool is er gewoon nog wel. Maar eigenlijk heb je wel een overwinning nodig nu. Hè? In ieder geval een resultaat tegen Atletico om te beginnen. Ja. Ja, en je weet niet helemaal wat bij die andere wedstrijden gaat gebeuren. Er kan een akkoordje komen straks hè, tussen Atletico en Lazio. Ja, en je denkt ook van, tenminste er wordt denk ik een beetje gedacht van Celtic. Dat is sowieso 3 punten, maar dat heb je natuurlijk ook met Atletico daar gezien. Ja, daar op Celtic Park, dat is wel even wat anders dan dat zij in de Kuip spelen met 10 man. Ook al zijn ze uitgeschakeld Celtic, ze blijven natuurlijk zeker met dat publiek altijd over gaan. Maar Feyenoord, inderdaad, je hebt wel gelijk, ze hebben alles in eigen hand. Ja. En er wordt makkelijk gezegd even 2 keer winnen en je bent er. Maar zo werkt dat natuurlijk niet in de Champions. Er waren ook mensen naar die wedstrijd die zeiden, Feyenoord, hoeveel kansen heeft Feyenoord nou gecreëerd? Ik denk van ja, het is Champions League. Hoeveel kansen zou AC Milan kunnen creëren dan, snap je? Het is gewoon, je moet wel altijd een beetje het niveau in je achterhoofd meenemen als je zo'n wedstrijd beoordeelt. Dus ja, het was wel verschil met thuis natuurlijk. Misschien is dat het contrast wat je in je hoofd hebt. Feyenoord, Lazio en Lazio Feyenoord. Nou, het blijkt dat thuiswedstrijden in de Champions League, dat die toch de doorslag, die moet je winnen bijna. Ja. Lazio heeft dan gelijk gespeeld tegen Atletico, nu thuis gewonnen van Feyenoord. Dus je thuiswedstrijden moet je winnen. Nou, hij heeft Feyenoord 2 keer gedaan. En dat maakt tegen Atletico natuurlijk wel een geweldige wedstrijd vooraf al. Omdat je dan echt, als je die wint, inderdaad een reuze stap kan zetten richting overwintering in de Champions League. Zou historisch zijn, hè? Een keer de complimenten omzetten in punten tegen Atletico. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Heeft Feyenoord echt een kans in zo'n thuiswedstrijd tegen Atletico? Ja, natuurlijk. We zullen toch ook zien spelen daar in Madrid. Ja. Ja. Dat was qua veldspel was een hele goede wedstrijd. Alleen, daar zag je ook weer. Ja, Griezmann die geeft je een halve kans en het is een doelpunt. En het zou in de Kuip hetzelfde zijn. Griezmann, wereldkampioen, doelpunt. Immobile, Europees kampioen, doelpunt. Ja. Ja. Morata is een topvorm bij Atletico. Ja. En het is natuurlijk goed georganiseerd defensief. Dus het is niet dat je daar thuis even overheen Lazio wandel je ook niet overheen. Nee. En ze vonden wel Feyenoord, dat vond ik ook nog wel grappig. Daar was ik eigenlijk ook wel mee eens. Dat ze beter speelden tegen Lazio dan tegen Atletico. Atletico geeft je de bal wel. Dus dan kan je natuurlijk wel lekker tegen voetballen. Maar Lazio probeerde toch zeker ook in het begin echt druk te zetten. En dat is toch knap, vind ik. En je ziet die patronen zie je van hoog op de tribune, zie je natuurlijk helemaal goed. Hoe ze die opbouw gewoon steeds doen. Dat was vorig jaar bij AS Roma. Die patronen, die zag je nu tegen Lazio, zag je het weer. Ja, daar herken je natuurlijk gewoon de hand van de trainer aan. En dat vind ik echt ontzettend knap als je op dat niveau op zo'n manier kan voetballen. Ja, helemaal, omdat ze ook weer een beetje verrast werden. Want Slot, die was voor de wedstrijd. Hij was er al wel mee bezig. Hij was er inderdaad mee bezig. Van, wat gaan ze dan anders doen? Wat kan ik verwachten? Maar ze deden uiteindelijk iets. En dat was eigenlijk alleen bij doeltrappen. Dat ze het op een manier neerzetten die Slot ook niet van tevoren bedacht had kunnen hebben. Omdat ze dat nog nooit gedaan hebben. En dat vind ik dan toch ook wel weer knap. Als je dan die eerste helft kijkt. Dat op een gegeven moment, en een Wiever werd iets lager gezet. En inderdaad aan de zijkant. En dan begint het in één keer toch weer onderuit te spelen. En dat het dan ook al in staat is om dan tijdens de eerste helft dat op te lossen. Dat is toch, daar zit toch ook wel een kwaliteit Maar heb ook een punt. Hè. Kijk, het is niet zo dat Feyenoord, Feyenoord heeft spelers gekocht met geld dat ze vorig jaar en jaar daarvoor zelf hebben verdiend met transfers, et cetera. Maar het is niet zo dat ze, zoals PSV bijvoorbeeld, even Noah Lang kunnen kopen. Of Luc de Jong weg bij Barcelona. Ze hebben wel iets van risico genomen. Of Lozano. Hè? Ja, Pieter Smolberg, financieel directeur, zei dat ze wel iets meer risico nemen dan voorheen. Iets meer risico, maar dat denk ik, dat risico zit meer volgens mij in het salaris van de trainer, denk ik, dan in de transfersommen die zijn betaald. Want als je gewoon kijkt waar Feyenoord heeft spelers van Sparta Praag gehaald, van Slavia Praag, Antwerp.
van Antwerp, van Cercle Brugge. Dat is de categorie. Ja, Union. Union, FC Twente. Dat is de categorie waar Feyenoord vorig jaar Utrecht dan. Dat is de categorie waar Feyenoord zijn spelers uithaalt. Dus dat is, ze halen ze eigenlijk van een lager niveau. En Feyenoord ontwikkelt ze door naar een niveau dat ze toch in staat zijn om te controleren, te domineren, hoe je het ook wil noemen, in Olympico tegen Lazio. En het is helemaal grappig als je dan 14 maanden terug gaat in de tijd en ziet de eerste wedstrijd tussen Lazio en Feyenoord, die 4-2. Dat ze de eerste helemaal tureluurs werden gespeeld. En nu 14 maanden later zijn de rollen totaal omgedraaid. En dan zou je denken van ja, maar die ploegen veranderen. Dat valt wel mee. Lazio speelde met 8 dezelfde spelers als destijds. En Feyenoord met 7 dezelfde spelers als destijds. Dus dat betekent dat die spelers van Feyenoord een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt. En helemaal Mats Wiever, hè? Want hij was degene die aangaf dat hij op een soort snelweg was. Hij had nog nooit zo'n zware wedstrijd gespeeld toen als invaller, ja. Dat klopt. Ja, als hij net fit, mocht hij een beetje invallen. Dus ontwikkeling, daar gaat het om. En dat is een kwestie van hard trainen, goed trainen. Dat is wat ze bij Feyenoord natuurlijk al jaren doen. Ja. Hadden ze nou eigenlijk, zat ik achteraf over na te denken, wat anders kunnen doen nog in die tweede helft, dat je dan toch nog wel wat forceert? Ja, er werd gezegd plan B of zo. Powerplay. Ja, maar plan powerplay hebben we ook gezien. Dat kwam er ook niet echt... uit natuurlijk. Ja, misschien met Ueda nog op het einde. Ja, want hij heeft steeds meer. Ja, hij heeft vanaf minuut 70 is al die aanvallers... Maar dan gaat het natuurlijk ook een beetje om kwaliteit. Als je steeds in die situatie bent, dan kreeg Alireza Johanbakhsh die bal. Dan denk je, nou komt hij, die voorzet. En dan schiet hij hem tegen een speler van Lazio aan. Hup, tegenaanval en die counter om je oren. Dus daar gaat het om dat je die ballen gewoon wel goed geeft. En dat is ook een kwestie van kwaliteit. En wel risico, hè? Want onderling resultaten was dat ook nog op het spel. Stel, Lazio maakte nog 2-0. Ja, maar daarvan moest Bijlo in zijn kool blijven. Want die stond alweer op de 16 om die bal in te koppen. Toen zeiden ze, nee, eventjes terug. Want we moeten in ieder geval het onderlinge resultaat in ons voordeel houden. Goed dat ze dat in de gaten hadden. Slot, ja, niet gepikeerd na afloop, maar zijn houding is misschien wat anders. Hij had het ook over de cijfers van Voetbalprimeur bijvoorbeeld, waar het niet mee eens was. Of, er zit iets. Een beetje irritatie, denk ik. Maar misschien dat hij dan op zijn best is. Ja, ik denk een beetje irritant, maar dat is over... Dus denk ik een verschil tussen hoe hij deze wedstrijd beoordeelt... en hoe je als argeloos kijker gaat zitten. Want, en hoe wij in de podcast allemaal dingen Ja, maar roepen. De meeste mensen die natuurlijk gaan zitten... die hebben laatst in de seizoen één keer zien spelen... en dat was in de Kuip. Ja, en die werden helemaal schil getikt. Dus dan ga je er eens Waarom zitten. Nu niet? Ja. En dan denk je, dus even kijken wat gaat het worden. 3-0, 4-0, 5-0. Ze mogen kiezen. En dan ga je er met 1-0 vanaf en creëer je niet zo heel veel kansen. Terwijl ik denk dat Slot het beoordeelt inderdaad met de blik... een jaar geleden werden we hier nog van het kastje naar de muur gespeeld. Hij weet ook dat... je denkt dat het een Italiaanse ploeg is... maar het is wel een Italiaanse ploeg die normaal gesproken wil voetballen. En als je dan die ploeg zover terugdringt... dan met het trainerperspectief denk je... Maar het stadion floot ook echt. Ik had het ook niet eerder meegemaakt. Hè. Het was gewoon een hels fluitconcert. Want Lazio wil altijd de bal hebben. Nou, dat weet je. Ze willen altijd aanvallen, willen domineren. En daar was geen sprake van. Omdat Feyenoord de bal had. En het is natuurlijk ook een verschil of je in het stadion hoog zit... in dat Olympico of je zit thuis voor de televisie. Ja, dan zie je hoe dat beweegt. Weet je wel, hoe ze die driehoekjes uitspelen. Ja. Van de ene naar de andere kant. En op tv heb je toch een ander beeld erbij. En volgens mij ergerde Slot zich ook een beetje aan de... Ik weet dat dan niet, maar ik hoorde dat de analisten in Nederland... het een beetje, was niet slecht, maar ook niet... En daar niet ergerde zich ook een beetje. Nee. Omdat je moet wel de weerstand natuurlijk altijd in acht nemen. En ook beseffen hoe moeilijk het is om kansen te creëren... tegen dat soort tegenstanders in een uitwedstrijd. En dus ik begrijp wel dat hij een beetje geïrriteerd was, maar... Joh, dat zal met de loop der jaar toch ook wel minder worden. Dat hij zich er minder over gaat druk maken. Kan hem het nou schelen wat voor cijfers voetbalprimeur aan die spelers geeft? Over 2 jaar zit hij misschien te kijken, waar was ik nou mee bezig? Misschien wel. Misschien. Ja, en uiteindelijk, het is wel een hele dure nederlaag dit. Want het was tegen dit Lazio denk ik niet nodig om te verliezen. Nee. Het punt was goud geweest, hè? En, al was het inderdaad maar een punt geweest. Ja. En dat is dan toch wel duur in de die zin. Maar ik ben wel benieuwd nu zondag. Want na zo'n inspanning, de vorige keer moesten ze naar Twente. Het was eigenlijk de eerste wedstrijd in tijden dat ik vond dat ze er niet echt thuis gaven. Alleen het voordeel wat je hebt is dat AZ gisteren speelde. Ja, wat statistisch gezien het meest ongunstige scenario is dat je uit in Europa speelt op donderdag en dan ook weer uit in de competitie. Ja. Dat klopt. Ja. Dat kost je over het algemeen punten, met name het laatste half uur. Dus als je dan het powerplay scenario er ook nog eens bij pakt, stel het is nog niet beslist tegen die tijd, dan kun je wel het laatste half uur als het goed is met de Kuiper achter. Zeker, en die mogelijkheden heeft Feyenoord natuurlijk meer dan in voorgaande jaren, dat ze wel kunnen wisselen om dingen te kunnen veranderen. Maar het begint natuurlijk altijd bij jezelf. Feyenoord moet gewoon zorgen dat ze nu wel gewoon thuis geven. En
toch onbewust, denk ik, en dat is ook wel zo als je wat spelers dan ook spreekt, dan is het toch een beetje naar Lazio thuis iets in die ploeg geslopen van, nou, ja, het gaat wel heel erg makkelijk. Dus dat doen we met Twente ook wel eventjes. Nou, daar zijn ze in ieder geval van genezen nu. Dus dat is dan een voordeel van Feyenoord. Precies. En we hebben wat nieuws, hè, bij VI over Feyenoord. Het Feyenoord abonnement. Ja. Als je nu VI Pro wil, maar echt alleen maar over Feyenoord wil lezen. Misschien dat Feyenoorders dat willen. Voor maar €4,99 per maand. Moeten de mensen eventjes... Ja. Geen geld eigenlijk. VI.nl/VI Feyenoord of even QR-code scannen op het scherm. En dan kun je alle Feyenoord artikelen op Pro lezen. De extra podcast. Ja, de extra dik voor elkaar podcast die Michel van Egmond trouwens... Is hij zo verschrikkelijk fan van. Die kijkt er nou alweer uit om de extra Pro podcast op te nemen. Daar gaat hij zich helemaal op extra focussen. Extra bakje koffie en gewoon wat vraagjes. Hij is zich anderhalf uur altijd aan het verheugen op dat hij eindelijk hij zich aan het inhouden. Hij is zich anderhalf uur aan het inhouden en dan gaat hij helemaal los met de Pro. Maar goed, dat is een klein onderdeel, hè? Je krijgt de podcast, de artikelen, jouw analyses. Nou ja, dat kan niet op. Ja, voor maar 4,99. Financiële inzichten. Financiële inzichten. Financiële, ja. Ik heb nieuwe promo's ingesproken voor de podcast. Ja. Hè? Ja? Dus we hopen met, dat met we daar... Met ook het clubabonnement. Oh, daar ga ik wel eens even naar luisteren dan. Verheug me nu al op dinsdag. Nieuw deuntje ook. Oh, nou. Heerlijk. Was genieten in mijn thuisstudio. Ja. Dus, ik heb er helemaal de stem voor. Nou, mooi. Dan gaan we nu naar PSV. Genoeg... aanbiedingen, want daar hebben we trouwens ook een clubabonnement voor. Dat laten we ook zo weer zien, Pieter. Ja. Maakt allemaal niet uit. Enige ploeg die punten heeft binnengesprokkeld voor Nederland, hè? Ja. Met een goede André Ramalho. Met een goede André Ramalho. Je merkt, die jongen die klapte toch van op. Als dan maandag op VE Pro staat, dat hij toch niet zo slecht is als dat mensen zeggen. Ja, hij kan bepaalde dingen heel erg goed. En die dingen die hij wel goed kan, die kwamen in deze wedstrijd natuurlijk aan de oppervlakte. Kijk, het is wel een echte verdediger die het lekker vindt om duels te spelen en... Ja, dat is het onderdeel. En hoe minder ruimte er is. En PSV werd nu toch wat vaker teruggedrongen. Ja, en hij vindt het heerlijk om zich in de eigen 16 voor die schoten te flikkeren. En kopduels te spelen. En zich echt vast te bijten in een mannetje. Ja, dan komt hij in zijn kracht. Terwijl als hij in de eerste helft tegen Ajax, als die Jordan Tese iedere keer weg is omdat hij naar voren doordekt. En hij moet aan de zijkant doordekken op Bergwijn. Zie je zijn ogen groter worden? 50 meter in zijn rug. Ja, dan is het niet zo'n goede verdediger. Dus, nee, dat doet geen enkele verdediger graag dat. Nee. Huh? Nee, dat is waar. En een dilemma, straks loopt zijn contract af. Het ging in de Skeet Willy podcast extra daarover, die je dus krijgt bij PSV-abonnementen. Ja, Bjorn van der Doelen, die kon er geen antwoord op geven, toch? Bjorn van der Doelen wist nou niet echt of je zijn contract moet verlengen of dat je moet laten gaan. Nou, ligt eraan wat je als club wil. Als je echt wil doorgroeien naar een nog hoger niveau, moet je een betere zoeken. Ja. Vind jij dat je een betere verdediger nodig hebt dan Ramalho bij PSV? Waar leg je de lat? Ja. In de Eredivisie kan je er prima mee voor de dag komen. Maar als je echt ook in de Champions League en je wil hoger, dan moet je zoeken naar betere spelers. Ja. En ook hoe wil je spelen, toch? Dat als heeft Bos ook mee te op maken. Zijn manier wil spelen, dan... Dan heeft hij een andere... Dat is eigenlijk prioriteit nummer 1 ook voor hem nog, toch? Als er nog een speler bij zou komen. Ramalho stond eindigde achter Trauner in het klassement van beste speler in Oostenrijk. Trauner was de beste en hij was de tweede toen. Ja, dat was wel grappig. Twee spelers uit die competitie. Ja. En PSV zelf, qua strijd was het wel oké. Maar het was niet een geweldige wedstrijd om naar te kijken, toch? Of vond je wel? Gewoon op een atypische manier. Op een atypische manier misschien wel. Een atypische manier ook voor Peter Bos. Dat ze met name eigenlijk lange ballen hebben gespeeld. Wat hij ooit in de Europa League finale heeft meegemaakt met Fellaini. Dat deed PSV nu een beetje bij dat lans. Dus die wilde met z'n allen volle bak 1-op-1 door over het hele veld. Ja. Ja, en het was dus besproken van we proberen kort op te bouwen. Maar als zij volle bak doorgaan, dan doen we die lange bal op De Jong. En daardoor waren ze heel veel aan het rennen en vliegen dat lans. Alleen dat leverde voor hen niet zo heel veel op. En met PSV, met De Jong toch wel iemand. Die wint ook wel af en toe dat soort duels. Ja. En dan kun je meteen gaan lopen en is het 3-3. Dus dat pakte eigenlijk best wel goed uit. En ik had dit nog niet eerder gezien van dit PSV. Want ik dacht eigenlijk, dit is de grote kwetsbaarheid van dit PSV. Dat het is allemaal op één manier. En als dat dan niet lukt, zoals in de eerste helft tegen Ajax. Dan is het ook meteen chaos. Of tegen Arsenal in de eigen 16, hoe ze daar aan het verdedigen waren. Tegen Sevilla lag er natuurlijk open. Ook die eerste wedstrijd tegen Lens was redelijk open. En nu heb je wel een ander PSV gezien. En ik denk dat die speelwijze... ze gaan natuurlijk de komende periode tegen Twente gaan ze spelen. Die hebben we ook druk zien zetten. Dan gaan ze dat ook een keer nodig hebben. Tegen Feyenoord gaan ze het nodig hebben. Dus wat dat betreft denk ik dat dit een wedstrijd is waar PSV eigenlijk best wel veel mee kan. Ook al hebben ze slecht gevoetbald. Goed gedaan? Of hadden ze dat eerder moeten toepassen dan die lange bal? Nee, ze hebben gewoon gehandeld naar de omstandigheden. Ik denk, natuurlijk is het handig voor een trainer ook lekker als je weet dat het werkt. Maar
Misschien had Bos ook wel gehoopt dat ze toch iets verder waren om het op een andere manier, op zijn eigen manier ja, te hij voelde zich er duidelijk ongemakkelijk heel ongemakkelijk. Hij schaamde zich bijna voor de manier waarop PSV hier de punten... Dat vind ik altijd wel mooi aan Bos. Hij dan winders, maar dat had hij toch liever op een andere manier gedaan. Ja, ik hou daar wel van. Ik hou wel van dus ploegen die echt zoals Feyenoord en PSV normaal gesproken ook op zo'n manier willen voetballen. Maar als het niet kan, dan moet je wat anders proberen. En PSV slaagt daar toch beter in dan Feyenoord. Daar hebben we ook veel meer de spelers voor. Ook met die snelheid eromheen. Of naar Bakayoko is, Lozano, noem maar op. Ja. Kijk wat ze nog kunnen inbrengen. Til begon nu. Saibari hebben ze nog. Ja, hebben ze, Tilman komt erin. Dat is ook zoveel, maar ook zo'n Vertessen voor de laatste 10 minuten. Ja. Dat is toch een soort extra wapens. Turbootje wat je er nog opgooit. Dat, maar dat is het verschil. Ik denk dat Feyenoord gewoon in Nederland de best voetballende ploeg is. Dat merk je ook als je tegenstanders van beide teams spreekt. Hè. Vitesse zei het toch? Ja, ik had Theo Jansen gesproken. En die zegt, wat is nou het verschil? Weet je wel? Hij zegt, ja, Feyenoord speelt gewoon als team veel beter voetbal. Met die backs iets naar binnen. Dat vertelde ik jou nog hoe ze dat dan bekijken bij die tegenstanders. Ja, maar hij zegt, PSV, ja, je let even niet op en hij ligt erin. Ja, Feyenoord heeft misschien wel echt maar één manier. Zoals nu PSV de andere manier gevonden heeft. Om het slot ook op zoek. Ja. Ja, powerplay. Anderhalve manier, maar goed. Ja. Precies. We maar wel knap van PSV, toch? Dat ze zo'n wedstrijd winnen. Ja, zeker. En tussendoor heb je een vraag van John. Heeft Feyenoord nog versterkingen nodig in de winterstop? Gaat Feyenoord daar naar kijken? Nou, volgens mij ligt er een beetje aan of het nog wat weggaat. Ja. Maar ik geloof niet dat ze dan... Heel veel buitenspelers natuurlijk. Je hebt twee spitsen. Ja, misschien in de verdediging nog als Strouder niet fit blijft zijn. Dat zou nog kunnen, centrale verdedigen. Maar ze hebben Belen natuurlijk ook nog. Hè? Van, ja. Dus... Het is geen noodzaak, maar ligt er een beetje aan of er nog wat gebeurt. Precies. PSV zal ook niet zomaar wat gaan halen. Maar ja, misschien... Centraal achterin, ja, daar zijn ze mee bezig. Ja. Die Miles Robinson, die wordt genoemd. Ja. En nog een andere Amerikaan. Dus in principe de scoutinglijst van PSV die doet soms een beetje denken aan... je hebt die Wikipedia-pagina met de nationale elftal van de Verenigde Staten. En die ze schijnen allemaal op de scoutinglijst. Is dat Twitter ook een gimmick geworden? Ja. Dat er alleen nog maar Amerikanen gehaald worden. Ja, maar goed, PSV kijkt natuurlijk ook wel breder dan dat. Maar bijvoorbeeld die Robinson, dat is een van de snelste centrale verdedigers ter wereld. Die heeft echt een totale turbo erop zitten. Dat is misschien toch wel lekker als jij met 50 meter in je rug wil spelen. Dat je er eentje hebt die à la Usain Bolt aanvallers kan bijhalen. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje... want Mickey van der Ven had bij Volendam, dat ze zagen, hij kon hem niet verdedigen, maar hij kon wel hard rennen. Hij heeft de voorwaarden. En dan kun je de rest kun je bijschaven, blijkt soms wel. Dus dat is denk ik iets voor PSV. En je hebt natuurlijk Schouten, daar is geen backup voor. Als die er niet is, dan moeten ze Veerman daar neerzetten. Ja. Maar Bos gaf dat ook toe naar die wedstrijd tegen Lans. Ja, als je in zo'n wedstrijd op een gegeven moment als Schouten... ergens daar ziet grijpen, dan denk je als trainer, oh nee. Ja, ja. Ik wil niet in deze wedstrijd Veerman voor mijn defensie 30.000 mensen dachten hetzelfde inderdaad. Ja. Ja. Nee, zeker. Voordat we naar Ajax gaan, nog eventjes de PSV aanbieden natuurlijk. Want we hebben ook een PSV-abonnement eraan komt. Gooi maar op het scherm. VI PSV-abonnement, hetzelfde geval eigenlijk. Extra podcast, analyses, alles. Hebben we dat eventjes laten zien? 4,99. En dan kun je dus een artikel lezen, onder andere. Met allemaal videobeelden van dingen die André Romaglio wel goed doet. Kijk. Dus als je nou elke week daar zit te ergeren. Ik denk dat Björn van der Doelen daar graag naar kijkt. Ja, of de spelhervattingen van PSV. Defensief de beste in de Eredivisie. Nou, en Martijn heeft dan weer geschreven over de spelhervattingen van Feyenoord. Offensief de beste. Offensief de beste. Ja, dat klopt. Met, dus ook dat lees je allemaal. Nou zeker. Gaan we nu naar Ajax, Brighton. Houdt het strak, hè? Houdt hij het? Ja, natuurlijk. Ik wil niet dat we gaan meanderen. Nee, inderdaad. Ik zag een vraag namelijk van Kieron Lans. Wordt Brighton onderschat in Nederland? Ze waren niet geweldig gisteren, maar wel een paar klassen beter dan Ajax. Ben je het ermee eens? Nou, kijk. We hebben nu natuurlijk dit seizoen een paar wedstrijden gezien tussen teams uit de Premier League en teams uit de Eredivisie. En dat verschil daartussen, dat is zo gigantisch. Ja. Ja, er is natuurlijk een soort Super League ontstaan daar in Engeland. En ik was daar destijds bij die wedstrijd thuis van AZ tegen Aston Villa. En een kwartier voor tijd zie je wat spelers klaarstaan bij Aston Villa. En dan komt die Saniolo, die nog de winnende heeft gemaakt tegen Feyenoord in de finale. En die komt er een kwartiertje voor tijd, komt hij daar even van de bank lopen. Maar best wel een ploeg waarvan je niet verwacht, dat is echt een Europese grootmacht of zo. Hebben dat soort spelers. Nee, dat is Aston Villa. Ja, precies. Maar ook bij Brighton, Ansu Fati, die is in de competitie, is hij niet zeker van de basisplek. Ja, die mag dan in Europa spelen, maar dat was...
twee jaar geleden was dat nog de superster die Barcelona ging redden, die het rugnummer van Lionel Messi kreeg. Wel kwaliteit er ook. Toen die 1-0 bij Ajax, hoe die hem aanneemt en binnenschuift. Ja, dat nu is ook wel weer heerlijk, één momentje dat hij weg is en die bal binnenschiet. En dan zo'n Ferguson. En die zit in zo'n wedstrijd tegen Ajax, zit hij ook op de bank. Ja, en dat laat wel een beetje zien wat de kwaliteit is, denk ik, van Brighton. En dat zie je dus. En de basisploeg is goed, maar ook in de breedte is dat goed. Ja, ze hebben ook, het is natuurlijk een beetje raar wat ze doen met die keepers, met Bart Verbrugge en die Jason Steele. Maar ze hebben dus ook gewoon twee keepers van topniveau die ze lekker kunnen afwisselen. En die jongen die tegen AZ die corner erin knikt, die Diego Carlos, die zit in de competitie ook op de bank, Langlais. Ja. Die mag dan ook hier spelen. Ja, die mag dan een paar minuten voor tijd eruit. En dan komt Pau Torres erin. Ja. Dat is ook een verdediger van 45 miljoen. En dat de top 3 in Nederland allemaal moord voor doen om die gasten te hebben. Ja, precies. Ja, en dan is het twee keer 2-0. Is het wel iets beter gevoel toch na deze wedstrijd voor Ajax? Waarom? Het was toch, het was toch niet het beste Brighton waar ze tegen speelden? Ik vond ook dat... Omdat je iets meer kansen krijgt. Die bal van Brobbey kan erin natuurlijk... Je bent wel meer aan het voetballen Dus geweest. Dat betekent dus dat je daar ook misschien wel wat meer had kunnen doen. Je weet toch ook dat Brighton al een hele tijd in de Premier League in een wat mindere fase zit. Want de meeste teams weten ook wel een beetje hoe ze spelen. Dan gaan ze zich ook wel een beetje erop inzetten. Dus ja, en nou lees je verhalen van... Brighton is nog een maatje te groot. Van al die Ajax supporters, weet je wel. Nee, Brighton is nog een maatje te groot. Maar we hebben in ieder geval wel kansen gecreëerd. Wat is er met die club gebeurd, joh? Ja, het is wel echt... Wat is er met die club gebeurd? Zoeken naar lichtpuntjes in plaats van naar spelers waar het beter kan. Dat is heel wat anders, ja. Ja, terwijl... Nou ja, dat was ook... Ronald Koeman zei natuurlijk iets over. En die werd daar ook weer om bekritiseerd over Brian Brobbey. Ja. Daar zat ik ook aan te denken. Als je die Silvano Vos daar dat balverlies ziet leiden. Ik zie daar een middenvelder... uit de eigen opleiding, heeft de hele opleiding doorlopen. Dat geldt als een toptalent. Die krijgt daar een bal aangespeeld. Die Gilmore heeft hij in zijn rug. Hij staat in eerste instantie staat hij een beetje opengedraaid. Dus dat heeft hij nog net gezien. Maar daarna in die hele situatie, als je terugkijkt... hij heeft geen enkele keer zijn schouder gecheckt of wat dan ook. En hij speelt hem, wil hem naar Hato spelen. En hij zegt ook zelf in een interview na afloop... hij heeft niet gekeken voordat hij hem naar Hato speelt. En dan leef je daar die bal in en dan loop je tegen een counter op. Ja, dat is wel... dat je denkt van, hoe is het mogelijk, zeg maar, op dit niveau... dat je een middenvelder hebt die een bal krijgt in de rug... terwijl je weet, Brighton probeert 1-op-1 druk te zetten over het hele veld... en dat je dan niet even kijkgedrag vertoont. Dat is wel de lat waar uiteindelijk Ajax wel weer naartoe moet. Als je dit gaat accepteren als een soort van de norm... Dan blijf je lat daar, toch? Ja, dan blijft dit de lat, ja. Natuurlijk, maar de wedstrijd tegen, ik heb ze toevallig gezien tegen Volendam... En Heerenveen, dat viel ook niet mee. Dan heb je net wat meer individuele kwaliteit dat je die wedstrijd nog... Maar ik zat te wachten op die gelijkmaker van Heerenveen. Sterker nog, die had natuurlijk al lang kunnen vallen. Ja. En Robert Muren natuurlijk. Ook nog, dus dit probleem van Ajax is gewoon nog niet 1, 2, 3 opgelost. En je gaat tegen een beetje tegenstander gaan ze echt elke keer problemen krijgen. Ja. Ik moet het ook nog wel zien in Almere op dat veldje, wat daar gaat. Ja, dat was ook een vraag wat de uitslag daar van die kraker wordt. Maar eerst even wat zullen nieuws. We winnen, wat? Want Hato debuteert in de selectie van de Nederlands elftal, ken ik net hoor. Is hij er binnen, de selectie? Ja, blijkbaar hoor, door. Hij komt binnen. Ja, dan kunnen we er gelijk even bij pakken. Dat is niet gek, toch? Want Hato is wel, als we het over lichtpuntjes hebben, wel echt een hele goede voetballer. Ja, aan de ene kant wel. Vindt en aan de andere kant, kijk, zonder heel negatief daarover te doen... Maar het is soms ook wel een beetje beeldvorming. Dus over Hato wordt alles positief uitgelegd. Je praat elkaar een beetje na. Ja, terwijl je kunt van Hato dit seizoen een compilatie maken van beelden... waar je hem verdedigend dingen ziet doen. Ja, wat echt ongelooflijk is. En ik snap wel dat je hem erbij wil hebben bij Nederland zelf. En dat je hem een keertje wil zien. Omdat je de potentie in ziet voor het Nederland zelf. Maar dit lijkt me niet dat hij, als je ziet wat hij verdedigend nog aan fouten maakt... dat hij nu al... in aanmerking komt voor een basisplek bij Nederland zelf dan. Maar zeker met zijn opbouwende kwaliteiten... is natuurlijk een speler waar wel potentie in zit. Dus in die zin snap ik dat je hem erbij haalt. Maar wat zou het idee dan zijn? Het is echt alleen maar erbij halen of een backup? Ja, doet Koeman toch wel tegen Gibraltar. Dat gaat toch wel lukken? Als extra voetballer. Ja, ook. Ja, dan kunnen ze jou zelfs meenemen van steeds hogere 5. Kun jij kan wel meedoen? 8. Oh, 8. Nee, maar natuurlijk, je kijkt gewoon... spelers. Dat heb Koeman wel vaker. Dan neemt hij een speler... wil hij me voorzien.
Gewoon hoe hij zich presenteert in de groep, hoe hij het doet tijdens de trainingen. Ze zijn natuurlijk met hun achterhoofd toch wel een beetje bezig om met het EK van komende zomer. En Maats hebben ze toch ook al. Maats gaat nu niet mee, maar die hebben ze gezien. Ja. Dus ze weten, dat weten ze nu. En Schouten wel erbij, hè? Ja, Schouten erbij. En, vorige keer was het in verbazing natuurlijk, maar Koeman liet al een beetje doorschemen van nou. Ja, hij was geblesseerd vorige keer. Precies. Anders was hij er al bij gezeten. Ja, je moet toch een alternatief hebben voor Frenkie de Jong. En hij komt wel in de buurt, toch? Ja. Dus je kan een PSV-koppeltje kan je nou gewoon opstellen. Nou, die zijn toch redelijk ingespeeld met z'n tweeën. Ja. Dus wat zou je dat doen? Schouten, Veerman. En als Frenkie de Jong terug is, dan Schouten ernaast? Of is dat te veel van hetzelfde naast elkaar? Ja, laten we eerst even deze wedstrijden doen. Voordat we nou alweer gaan filosoferen hoe het met Frenkie de Jong gaat. Het is wel een ideaal koppertje, bedoel ik. Gewoon richting het EK natuurlijk. Van Gaal heeft het geprobeerd met tegen, was het, Wales uit volgens mij. Toen was hij de vervanger van Frenkie de Jong. Was hij de vervanger, wat hij nou ook beschrijven ook moet worden. Maar toen vond ik hem ook niet heel slecht. Maar waarschijnlijk vond Van Gaal dat hij te weinig initiatief nam toen. Ik denk dat hij ook beter is met het type als Frenkie de Jong, Reinders, Veerman naast zich. Dat denk ik ook. Hij is eigenlijk degene die pakt die bal af en die speelt hem. En altijd goed. Vooruit, richting een ploeggenoot. En die moet dan de creatieve oplossing verzorgen. Zou je nou dus Schouten, Veerman, Reinders kunnen hebben? Nou, ja, dat is een kort op wel mee voor de dag komen. Wat denk je dat Koeman gaat doen? Gaat hij tegen Ierland weer terug naar 4 achterin? Of toch die 3 centraal? Nou, ik denk dat hij van die uitwedstrijd ook wel heeft geleerd dat je tegen dat soort ploegen gewoon met die 4 achterin kan spelen. Ja, helemaal. Omdat dat is natuurlijk best wel. Soms wordt er gedacht van systeem tegen systeem. Maar ik denk dat juist tegen zo'n Ierland, wat wil het liefst natuurlijk 1-1 over precies. Het hele veld. En je zag ook toen ze dat veranderden in die wedstrijd, hadden ze meteen de controle. En was het eigenlijk een vrij eenvoudige overwinning uiteindelijk. Terwijl die eerste helft, dat was wel zo verschrikkelijk slecht. Met die opbouwen in de eigen 16 en die Ieren. Was lekker makkelijk voor ze natuurlijk. Want ze kwamen inderdaad in duel. En dan kun je gewoon vooruit stappen en in duels. Dus ik denk dat hij dat nu voor deze twee wedstrijden wel eventjes loslaat. Maar het wordt wel interessant te zien met Oranje. Van welke kant wil hij nou echt op dadelijk tijdens het toernooi? Kiest hij voor deze manier? Of kiest hij toch voor de Griekenland manier thuis? Weet je wel, die variant. Dus, ja, of het een beetje blijven afwisselen, dat kan. Hij is de meest pragmatische coach die er is. Dus ik denk wel dat hij daarvoor dat hij dat wel gaat doen. Dat hij het laat afhangen van en de tegenstander. Dat verrassingseffect, dat kan toch ook wel soms. Ja, dat zag je natuurlijk ook in die eerste helft tegen Griekenland. Dat ze waren er niet echt op voorbereid. En dan zijn ze toch een helft lang eigenlijk aan het zoeken. Zeker. En ik zag nog een vraag over de spitspositie. Die is natuurlijk lastig. Luc de Jong heeft aangegeven niet te zijn. Weghorst staat er dan vaak. Jansen wilde niet komen. Maar Thijs Dallinga zie ik scoren. 2 keer. Ja, die moest meteen inderdaad in Oranje. Tegen Liverpool. Nou, maar ik zie het. We hebben het een tijd geleden al gezegd. Je moet gewoon kijken. Als je geen spits hebt, ga je toch gewoon kijken. Oké, welke spits in het buitenland maakt nou zijn doelpunten? Ja. Nou, Dallinga doet dat. Nou, maar niet 1 jaar. Maar hij doet het nu weer. Hij scoort 2 keer tegen Liverpool op Anfield en nou weer. Ja. Ja, als je toch spelers erbij neemt om te kijken hoe ze zich bewegen in zo'n groep. Ja. Hoe ze het doen tijdens de trainingen. Ja, wat moet zo'n jongen nou meer doen om dan nog in aanmerking te komen voor Oranje? Helemaal wat je zei. Je speelt tegen Gibraltar. Nou, dat is wel een moment om misschien te gebruiken en te kijken. Ik denk dat hij ook tegen Gibraltar wel kan scoren. Of wat hij dan doet in de groep inderdaad. Je moet verder kijken. Je moet helemaal niet naar Gibraltar kijken. Je moet kijken van naar het toernooi. Van, is dit eventueel een spits waar we mee kunnen voetballen? Weet je wel, is dat een jongen die past bij de rest? Denken jullie dat? Ik weet het niet. Daar zou je hem voor bij moeten nemen. Als ik kijk naar zijn statistieken. Het is niet de grootste club van Frankrijk. Hij scoort wel. Het is maar tegelijkertijd een beetje welk type je zoekt, toch? Het is ook geen kap. Ja, je kunt ook zeg maar. Ja, Xerxes. Die doet zeg maar bij Bologna. Ja, alles heel goed. Behalve doelpunten te maken. Ja. En Dallinga doet eigenlijk niks. Maar die maakt heel veel doelpunten. Ja. Dat is zo. Wat wil je? Maar je moet toch. Je hebt nu de tijd om toch op zoek te gaan naar een alternatief. En ik had dat dan toch misschien wel gedaan. Maar goed, we hebben aan Van der Bomen gezien dat je kunt wel heel goed zijn bij Toulouse. Maar op een iets hoger niveau. Zelf wat anders. Op iets hoger niveau. Op een, op een andere manier van spelen. De afgelopen weken wel weer goed. Ja, dan kan je lekker het balletje aannemen. Die trap heeft hij wel, ja. Maar goed, zet hem onder druk en het wordt toch een ander probleem. Ja, defensief is natuurlijk, daar ligt zijn grote kwetsbaarheid. En het experiment met Rens, nu we toch over Ajax doorgaan. Dat is niet echt geslaagd, toch? Of wel? Of is dat voor herhaling vatbaar? Ja. Ik snapte wel wat hij wilde. Ja, en je merkte dat ook daar heb je weer een verrassingseffect. Dat had de Serbië niet verwacht. Dus die zag je heel druk, was hij bezig om iedereen maar aan te coachen. Van, wat gaan we nu doen? Ja, Feyenoord heb ik het ook wel eens zien doen met Geertruiden. Dat heeft natuurlijk Koeman bij Nederland zelf ook gedaan. Ja, omdat Guardiola is dat gaan doen met John Stones. En dan
Ja. Al die mensen die in die geest zitten, die denken toch ook van, ja, misschien dat hij dat ook wel iedereen kan. Is in John Stones' rol, inderdaad. Hè? Ja, precies. Mooi. Dus dat is... Had ook niemand verwacht dat die John Stones het zo invullen, nee. Natuurlijk. Nee. Dus ga je automatisch denken, nou, misschien kan hij het ook wel. Ja, en hij komt natuurlijk uit op een positie die best vergelijkbaar is. Hij speelde natuurlijk vaak als rechtsback aan de binnenkant. En in principe kom je dan nu op dezelfde positie uit. Alleen, ja, ik denk dat... In deze wedstrijd dat je misschien wel een type van de bomen had kunnen gebruiken bij Ajax. Iemand die wel echt die bal kan vragen in die hele kleine ruimtes en hem dan ook nog vooruit kan spelen. En dat mist je nu wel een beetje bij dat koppeltje Vos Rens. Ja, die kregen daar af en toe wel de bal. Het was Piep Jong natuurlijk in het middenveld. Tegen toch wel... Nielson daarvoor inderdaad. Ja. Je zag Bergwijn, die was de afgelopen weken, of twee wedstrijden, kwam dit weer wat beter uit. Omdat hij... aan de binnenkant kon spelen met de opkomende linksback. En nu stond hij weer aan de buitenkant. Ja, daar kwam helemaal niks. Kwam daar eigenlijk vanaf op die positie. En ja, die spelers krijgen nog meer het aanrekenen. De Bergwijns en de Berghuizen. Ja, die dat dan ook niet brengen. En misschien moet je daar ook wel... Onzichtbaar. Bobby, die wel heel druk bezig was, weer. Alleen, ja. En dan moet je misschien op een gegeven moment ook... Het is een enorme zoektocht bij het Ajax. Want je moet natuurlijk kijken van wat past nou het beste bij elkaar. Weet je wel, met wie kan Berghuis nou het beste spelen? Ja. Hoe zit het met Bergwijn? Dus dan ben je altijd op zoek. En midden in het seizoen is dat gewoon heel lastig. En soms lopen elkaar niet veel natuurlijk in de selectie. Dus dat is ook moeilijk als trainer. Want als je de een neerzet, presteert hij misschien wel hetzelfde. Maar ja, het kwaliteitsverschil is niet heel groot toch tussen spelers. Ja, je bent eerder geneigd om te wisselen dan, bedoel je te zeggen. Ja, dat is zo. Dan de Nederlanders bij Brighton. Wat vond je van Verbrugge en van Hekken? Ja, allebei prima, toch? Ja, Verbrugge volgens mij degelijk gekiept. Voor het eerst de nul dit seizoen. Dat Brighton heeft dit seizoen twee keer de nul gehouden. Twee keer tegen Ajax. Dat is op zich ook wel een grappige statistiek. Nou ja, die deed het denk ik prima, Verbrugge. En Van Hekken die kon met zijn vriend Brobby die duels uitvechten. Dus dat is voor hem denk ik ook... Ik denk dat hij dat fijn vindt. Zo'n type tegenstander waar hij een beetje tegenaan kan beuken. Dus ja, ik denk allebei een voldoende, toch? Dat gaat bij Oranje natuurlijk wel interessant worden, hè? Het Verbrugge en Bijlo die nu terug is. Ja. Wat denk je? Koeman had al lang een eerste keeper willen hebben. En, Hij had een voorkeur voor Bijlo natuurlijk. En toen weer die blessure met zijn pols. Zou hij hem nu gewoon erin gooien? Want hij is fit, ja. Ik denk dat hij de Verbrugge nog wel laat staan, dat denk ik. Want hij heeft niet slecht gedaan die afgelopen wedstrijden. Ja. En je wil natuurlijk, tenminste dat heeft hij zelf gezegd, hè, dat hij een beetje stabiliteit wil. En dan kan je natuurlijk altijd richting het toernooi nog kijken. Maar hij was in ieder geval wel rustig, die Verbrugge. Ja. In alles wat hij doet. Ja, zeker. Niet zo zenuwpees als die vlekken in die andere tegen Ierland. Dus dat is voor een keeper natuurlijk wel prettig. En het is deze twee wedstrijden en dan begint er gewoon iets totaal nieuwe weg richting dat toernooi. Dus daarvan denk ik. Maar goed, hij zit er wel bij weer, Bijlo. En dat is natuurlijk wel terecht, want hij is de beste keeper van Nederland, in Nederland. Over 5 jaar hebben we misschien die strijd gezien tussen Bijlo en Verbrugge. Heeft eentje gewonnen, maar de komende jaren is dat wel echt de strijd onder de lat, toch? Of denk dat je dat je nog eentje bij krijgt? Ik zou niet weten wie je erbij zou krijgen op dit moment. Nee. Als Noppert opeens weer het geest krijgt. Ja, maar Noppert is toch een stuk ouder. Ja. En ja, je wil denk ik toch met een keeper die ook aan de bal... Want ja, Van Gaal toen die Noppert... Die wilde echt een Van Gaal keeper. Van Gaal tot Noppert kwam. En toen was het belangrijk vooral dat hij ballen tegenhield. Maar ja, als je kijkt wat Bijlo doet met de voeten. Hoeveel rust hij uitstraalt. Verbrugge ook. Ja. Daar is hij ook echt op gescout bij Brighton. En die heeft echt stalen zenuwen in die speelwijze. Dus... dat zijn hele complete keepers waar je denk ik echt mee naar de toekomst players. Kan. Goalplayers heb ik gehoord. Ja, zeker. We mogen geen keepers meer zeggen, dat zijn goalplayers. Nee, goalplayers. Er zijn twee echt goede goalplayers. En op deze plek, zei Stef de Bont, houden Jeffrey de Lang in de gaten. Op Go Ahead Eagles. Ja. Ja, dan zullen meteen alle alarmbellen zijn afgegaan in Zeist. Die gaan ze nu elke week volgen. Elke week aan verscouten. Jeffrey de Lange. Ja, wel een goede keeper. Ja, dit is een goede keeper voor Go Ahead Eagles, ja. Al die keepers in de Eredivisie zijn prima keepers, anders spelen ze daar niet. Maar Oranje is natuurlijk een totaal ander niveau. Zeker. Gewoon Bijlo, Verbrugge. En dan gaat de keuze zo is dat. We hebben nog twee hartstikke goede jonge keepers in potentie. Ja. Ja. We hebben nog één pro-abonnement dat we willen aansmeren. Dat is nog het Ajax-abonnement die al een tijdje in de lucht is. Is afgeprijs nu, of niet? Ja. Of niet? Voor 1,99. Dezelfde prijs nog. Voor, wij hebben al zo'n scherpe prijs, we kunnen niet meer dalen. Nee. 4,99 per maand. VI Ajax. VI.nl/VI-Ajax. Komt helemaal goed. Dan
ben je ook weer helemaal op de hoogte van Ajax. Dan gaan we naar de laatste wedstrijd die gespeeld werd in Europa door een Nederlandse club, AZ. Begonnen niet heel hoopgevend. Na 2-3 minuten dacht ik, wat gebeurt hier? Die worden helemaal van de sokken geblazen. Maar daarna, na die afgekeurde goal, herstelden ze zich prima, toch? Klopt. Ja, je had zelfs lange tijd het idee van, oh, ze kunnen misschien daadwerkelijk hier om een resultaat gaan spelen. Hing niet een beetje in de lucht die 2-1, vond je? Dat is inderdaad 1-1 was uit die onterechte corner. Toen was ook wel duidelijk dat Aston Villa, en dan trekken die nog een blik spelers open. Voor de 1-1 bij AZ komt die Mihailovic erin voor de Wit. AZ doet eigenlijk jasjes uit en zij doen extra jasjes aan. Die had wel in die slotfase het idee van Aston Villa gaat het nog maken. Maar tot die tijd werkt het plannetje wat ze bedacht al. En als eigenlijk ook al in die heenwedstrijd van we willen die ballen. De Spurs deed natuurlijk extreem deze week. En je zou ook Aston Villa weer doen. Dat ze gewoon echt op die middenlijn staan. En daarop uit het spel proberen te spelen. Spurs zelfs met z'n vieren. Ja. Bij wijze van spreken als ze nog maar vieren hebben. Schitterend, That's what we are, mate. That's what we are. Dat is wat we are, daar houden we van. Waanzinnige wedstrijd was dat. Waanzinnige wedstrijd. Maar goed, tegen AZ. Ik had wel het idee, en dat heb je toch altijd. Als dat Villa echt wil. Als ze echt zeggen, oké, we moeten het nu even gaan doen. Dan doen ze het gewoon. Ja. Die spelen toch gewoon op 85%, denk ik. 85% die spelers. Ja. En dan weten ze van, oké, we gaan op het einde nog wel even een beetje gas geven. En dan maken we er nog wel een op twee. En AZ nu laatste. Net als Ajax. Het is die nederlaag in Bosnië. Hè? Daar hebben ze nog steeds een kater van. Je staat gewoon 3-0 voor bij rust. Zelfs een punt was lekker geweest dus achteraf. Hè? Dat je een 3-0 voorsprong weggeeft. En nu moet je ze allebei winnen. En dan ben je alsnog afhankelijk van wat er gebeurt. Ook omdat Legia weer heeft gewonnen van Aston Villa. Dus ze wisten bij AZ eigenlijk in dit tweeluik met Aston Villa. Doordat het in Bosnië fout was gegaan, moest je iets halen. Pakken, Alleen Aston Villa... Ja, die gingen er juist ook weer voor, omdat die daar op puntjes kwijtgeraakt tegen Legia. Ja. Dus die gingen er wel echt voor. En ze kunnen een keer een prijs winnen natuurlijk. Een Europese prijs. Die spaart ze. En die heeft de Conference League. Dat is een Villa. Die hebben wel een Europese prijs gewonnen ooit, hoor. Nee, maar ik bedoel... Nee, maar je hebt niet heel veel kans. Je gaat niet de Premier League winnen. Je gaat waarschijnlijk de FA Cup. Misschien de League Cup en de Conference League. Die kan je winnen. Ja, maar goed. Zijn wel een van de favorieten misschien wel. Dat lijkt me wel, ja. Pech dat je in zo'n pool zit. Maar als je de pool verder ziet, hadden ze hem best mogen overleven, toch? Ja, tuurlijk. AZ. Ja, nee, dat is wat ik zeg. Dat team uit Bosnië, dat breekt ze echt op die totale implosie destijds in de tweede helft. En dat kan ze eigenlijk het hele Europese seizoen nu gaan achtervolgen. En dan kun je er gewoon in één keer uitliggen in een pool waar, denk ik, AZ met de kwaliteiten die AZ heeft gewoon door moet gaan. Ja, wel een mooie goal van Pavlidis nog. Straks. Zondag, hè? Zondag, de strijd van de topscorers. Gimenez tegen Pavlidis. Precies, hij gaat wel met een iets beter gevoel misschien dan Gimenez. Lekker bruggetje, Sjoerd. Maar als je ze benoemt, zijn ze er niet meer. Hoeveel vroeg hebben ze allebei gescoord? Allebei evenveel, toch? 13 goals allebei. 13 om 13. Feyenoord AZ, 16:45. Dan zit heel Nederland wel klaar, denk ik, toch? Wedstrijd van de topscorers. Ja, wie heeft de grootste knauw gekregen deze week, denk je? Nou, knauw. Gimenez heeft 3 wedstrijden bij niet gescoord. En voor Feyenoord is dat wel een probleem, want hij is de man die ze moet maken in feite. Nou, het wordt wel tijd dat hij... Echt goede spitsen staan altijd weer op. En zondag zou zo'n moment moeten zijn. Ja, en dat denk je dat het gaat gebeuren? Ik heb geen glazen bol, maar dat het gaat gebeuren. Ik denk wel dat Feyenoord zich niet zal laten verrassen. Dat ze niet weer zo zullen spelen als tegen FC Twente toen ze er toch een beetje in begonnen te geloven. Dat is nu wel bij. En ze hebben natuurlijk extra rust ten opzichte van AZ. En ja... Dat zijn wel voordeeltjes die zwaar kunnen wegen. AZ ook in een iets mindere fase natuurlijk ook. Die wedstrijd nog tegen NEC waar ze achter staan die nog ingehaald moet worden. Ja, Excelsior en Aston Villa natuurlijk 2 keer. Dus Maar Feyenoord natuurlijk ook minder. Wie zit in de minste fase, denk je? Feyenoord minder qua resultaat. Want ik vond Feyenoord gewoon tegen Lazio echt goed voetballen. Nee, precies. Maar je gaat een beetje aan jezelf twijfelen als je dan naar beneden loopt en je hoort van... het viel ons een beetje matig zijn voor Bronckhorst. Ja, ja, ja. Dan denk ik van, in de Champions League zo aan de bal, 65%. Ik heb er toch weinig meegemaakt. Zeker als vervolger van Feyenoord. En bij RKC hadden ze natuurlijk ook 7 kunnen maken. Maar dat was natuurlijk weer zelf Volgens mij was dat in de data, de wedstrijd... waarin Feyenoord sinds dat het wordt bijgehouden... de meeste balcontacten in de vijandelijke 16 had. Alleen je schiet er Ze combineren alleen maar in de 16 bijna. Ja, je schiet er veel te weinig in.
Dus kijk... Een AZ tegen Excelsior, ja, dit, als je daar van de data bekijkt, die waren eigenlijk... Ja, die leken op weg naar een bijna gestolen zegen tegen Excelsior. Die ze dan nog uit handen geven. Dus daar zit wel wat verschil tussen. Alleen die twee wedstrijden tegen Aston Villa, daar denk ik dat AZ tussen de strafschopgebieden in daar zo weer zich aardig gepresenteerd heeft. Ja. Ja. Maar je hebt ook altijd te maken met het gevoel van spelers. En de afloop sprak ik even met Stengs en met Hansko. En die waren toch wel redelijk van, nou ja, we hebben toch gedaan wat we moesten doen. Meer dan dit kunnen we niet doen. We verliezen door een domme fout. Maar dit voetbal wat we spelen, geeft ons toch heel veel houvast. Ook richting AZ. Wat moet AZ doen om Feyenoord te kraken, denk je? Ja, ik denk dat AZ ook een beetje Pascal Jansen kennende. Ja, die gaan zich denk ik helemaal instellen op Feyenoord. Goed. Ook een beetje de bal geven op momenten aan Feyenoord. Ja, en een beetje loeren, verwacht ik, op... Ja, op Pavlidis en die omschakelmomenten, snelheid aan de zijkant. Ik denk dat ze dat een beetje gaan doen en gaan proberen. En misschien dat ze het ook wel defensief een beetje soortgelijk willen gaan neerzetten als tegen Aston Villa. Waar ze met Pavlidis en De Wit echt op die controleurs van Aston Villa gingen staan. Misschien dat ze dat ook wel willen doen tegen Feyenoord. En dat je dan heel erg die centrale verdedigers van Feyenoord aan de bal dwingt. En op die manier het middenveld een beetje vastzet. Dat is een beetje het recept tegen Feyenoord opeens, hè? Ja, dat je inderdaad dat middenveld ze vast. Tisset, ja. Maar goed, je hebt nou Trauner. Ja. En dat is natuurlijk gewoon voor Feyenoord echt een wapen. Want ja, die komt gewoon, of ze wachten. Of hij komt, nou, dan moeten ze toch op een gegeven moment gaan kiezen. En dan... Speelt hem kaart in en is het middenvelder weg. Dat ook, dat kan die ook. Dus het is echt een cruciale speler eigenlijk voor Feyenoord. Het spel wat Feyenoord wil spelen. Ja. Trauner. En wat je zei over AZ, hoe ze Feyenoord kunnen bespelen. Vorig jaar deden ze dat ook een beetje. Alleen waren ze toen wel heel afwachtend. Hè? Toen schoot Pedersen nog in de kruising. Ja. Gaan we ook een beetje zo'n slordige wedstrijd zien misschien? Omdat je een clash van dezelfde stijlen kan hebben bij Feyenoord en AZ. Ja, en ja, wat ik zeg, dat ik een beetje verwacht dat AZ helemaal met... Nou, dat je weet dat je uit de reeks slechte resultaten komt. Dat je dan misschien nog wel meer... je ook echt een beetje gaat instellen op de manier waarop Feyenoord speelt. Ja, en misschien dat zij ook wel tegen Feyenoord denken. Want ze natuurlijk nu tegen Aston Villa, daar hebben ze twee wedstrijden, hebben ze daar echt een beetje op getraind, aan gewerkt. Ze hebben met Martins Indy en Bassoer twee spelers van achteruit die een hele goede lange paas hebben. En dat ze ook bij Feyenoord misschien wel denken, ah, die lijn die staat hoog. We gaan eens een paar ballen achter Trauner leggen en dan kijken wat er gebeurt. En misschien Feyenoord ook wel achter de lijn bij AZ. Alleen ik denk dat de laatste lijn van AZ niet zo hoog gaat staan. Nee, Feyenoord heeft gewoon zijn eigen spel. En daar passen zich eigenlijk... Feyenoord nooit opeens lange ballen. Hebben ze twee lange ballen gegeven tegen Lazio. Nou, allebei ingeleverd. Ja. Het enige hoe Feyenoord tot resultaat kan komen... is op de manier zoals ze het doen. En die gaan zich nooit aanpassen. Misschien op details, maar nooit echt in speelwijze. Een topwedstrijd deed Slot nog wel eens wat met Toornstra of qua opstelling. Eén keer geweest, bij PSV uit. En daarna heeft hij dat eigenlijk nooit meer gedaan. Het is juist iemand die veel vasthoudt aan... Hij gaat niks uit zijn hoge hoed toveren, denk je, tegen AZ? Dat kan, maar dan moet je aan details denken. Aan een, nee, dat kan ik me niet voorstellen, nee. Misschien Ivan Hoesjes en Passau kan natuurlijk een keuze zijn. Hij kan misschien weer Stengs op het middenveld gaan zetten. Dus daar heeft hij wel mogelijkheden toe. Hmm. Dus maar... Wie heeft die strijd... heeft Passau... Ja, gewonnen misschien van Ivan. Ja, nu even. Tijdelijk. Omdat hij... Ik vond hem ook wel meevallen weer tegen Lazio. Was weer iets beter. Was wel iets beter. Daarvoor was Slot voor een streep. Ja, maar dat mag toch ook. Ivan Nusek moet gewoon nog heel erg wennen aan de manier van werken, trainen en spelen in Nederland. Eten zelfs, slapen. Alles moet hij aan wennen. Want het is natuurlijk een onvergelijkbaar Dynamo of Feyenoord. Hij komt in een andere manier van trainen. Hij gaat heel erg op intensiteit. Daar moet hij echt enorm veel stappen in maken. Nou, die tijd krijgt hij. En tussendoor heeft hij natuurlijk wel genoeg kwaliteit om in ieder geval zijn wedstrijdjes te kunnen spelen in de basis of als invallen. Maar ik denk dat je pas na de winter de echte goede versie van Ivan Dusek zal gaan zien. Als ik jullie zo hoor, kleine overwinning Feyenoord of gelijkspel zoiets. Wat denk je, Pieter? Ja, ik denk gesloten wedstrijd. En wat ik zeg, met AZ dat donderdag heeft gespeeld. Dat Feyenoord in dat laatste half uur wel echt het verschil kan gaan maken tegen AZ. Dat is wat ik verwacht. Een beetje eerste helft dat allemaal wat tactischer gaat zijn. En ja, dat AZ echt gaat proberen op een resultaat te spelen. En dan moet Feyenoord er doorheen voetballen. En dan komt die wedstrijd ook vaak maar als een beetje losse laatste kwartier van de eerste helft. En dus laatste half uur van de tweede helft. Ik denk dat dat een beetje de fases zijn waarin het moet gebeuren. En Feyenoord zal juist proberen om in dat eerste kwartier al de druk zo op te voeren dat die hele Kuip erachter staat. En dat je dan al een doelpuntje kan maken.
Feyenoord heeft helemaal niks aan een gelijkspel natuurlijk. Die nee. Moeten. Ja, AZ dus... ook niet echt. Maar... Nee, dat is waar. Nee, maar bij Slot zegt wel, het is natuurlijk AZ en ook Twente natuurlijk wel directe concurrenten. Nu. Ja. Hè? Op dit moment. En het gaat toch ook dat je tweede wordt en het gat met PSV is 7 punten. Nou, dat is veel. Maar PSV dacht zelf vorig jaar dat ze het nog wel konden dichten. Dus waarvan zou dat dan niet kunnen? Maar het is wel een voorschat, dus ze moeten winnen van AZ. Helemaal richting 3 december, hè? Dat wordt een halve kampioenswedstrijd. Maar ik ben een supporter, lees ik nu. Oh. Ja, dat klopt. Oh. Ja, ik ben zeker, wel, zeker wel supporter van het voetbal dat ze spelen. Dat geef ik meteen toe. Ik hou van een mooi aantrekkelijk aanvallend voetbal. En dat kom je bij Feyenoord wel aan je trekken. En dat is wel eens anders geweest. Zeker. Bedankt, mannen. Rond verhaal. Moet je niet nog even wat verkopen? Nog een abonnementje? Nee, we hebben alle clubabonnementen. Alle clubabonnementen. Die hebben we laten zien. Dus die kunnen ze even terug scrollen. Of ga gewoon naar VI Pro zelf. Kun je daar ook een VI Pro Breed abonnement nemen. VI Pro Breed abonnement. Dat zou ik nog doen. Beter. Zou ik doen. Dan heb je echt werkelijk alles, hè? Dan ben je een echte voetbaljongen. Dan ben je echt een voetbaljongen als je dat hebt. Dus, Ja, dat moet je willen. Ja. Ik zou het ten zeerste aanraden. Bedankt, mannen. Jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende. Ciao.